Zoals je ziet sta ik hier in mijn eentje en dat komt omdat Koen lekker op vakantie is. En omdat we dus niet samen konden filmen, maar ik toch heel graag een video voor jullie wilde maken, heb ik dat gewoon zonder Koen gedaan. Overal in de wereld vind je problemen en zo ook hier in Utrecht. Want ik liep laatst door de supermarkt en toen kwam ik dit blaadje tegen op het advertentieprikbord. En er staat op, man zoekt een maatje om mee uit te gaan. Nou, volgens mij heeft deze man een probleem, hij heeft helemaal geen vrienden. En ik denk dat dit probleem makkelijk is op te lossen door gewoon een hele goede vriend voor hem te zijn. Dus ik ga hem even bellen om te vragen of hij kan vandaag. Hij moet wel opnemen. Goeiedag. Nee. Dit is de voicemail van voicemail. 061. Oh, ik word gebeld. Ja. Hallo met Rens. Hey. Met Rens, ik heb jouw kaartje in de Albert Heijn zien hangen. En daar stond op dat je op zoek was naar een maatje om mee uit te gaan. Klopt dat? Ja, klopt ja. Lijkt het je leuk om vandaag wat te gaan doen? Hoe laat zou je komen? Ja, nu? Ben je nu thuis? Ja, om half één. Half één, prima joh. We komen er nu aan en dan zien we elkaar bij je huis. Oké. Doei Kees. Doei doei. Doei. Friendship is rare. Do you know what I'm saying to you? Friendship is rare. 790. We komen eraan Kees. Oké. They don't really care. It's rare. Oh, ik ben benieuwd jongen. Hallo jongens. Dag Kees. Hey jongen. Ik ben Rens. Ja, kom even benieuwd. Ja, mogen we even binnenkomen? Kom even. Zo, u bent van dit blaadje toch? Ja. Je hebt een mooi pilsje bij. Ja. Moet ook heen. Zo. Proost Kees. Toen ik dit briefje zag, dacht ik van ja, je hebt geen vrienden. Nee. Helemaal alleen je. En nooit een vrouw gehad ook? Ja, dat is jaren geleden, maar... En hoe komt het dan dat u zo, nou ja, vereenzaamd bent eigenlijk? Ja. Hoe komt dat? Ja. Nee, zeg maar, ik zal het niet meteen een beetje aanspraak en zo, hè. Ja. En u heeft geen aanspraak met de mensen hier in het gebouw? Nee. En hoe kan dat dan? Er wonen best veel mensen, toch? Of? Ja, je ziet ze voorbij lopen, maar ja, ze gaat ook. Ja. En ben ik de eerste die gereageerd heeft? Nee, ik heb wel meer gehad. Maar ik heb ze niet meer gehoord. Nou, dat is lullig. Ja. En je zit de hele dag thuis? Of je gaat lekker op het terrasje zitten, op Lady Gerf. Dat is lekker, toch? Ja. Maar ja, daar zit je dan alleen. Ja, dat klopt. Ach, we vinden toch wel wat. En ik ben er nu toch? Ja. En ik heb een hele leuke verrassing geregeld. En dat dus? Dat ga ik nog niet zeggen. Oh. Ja, dat begrijp ik al. Je bedoelt een beetje seks zeker? Seks? Nee man, ben je gek? We gaan. Vind je dat leuk, hè? Ik ga het niet super gaan. Wordt hartstikke leuk. Nou, hij heeft er niet echt zin in. En volgens mij heeft hij ook een beetje... Nou, dat pak ik mijn fiets, hoor. Ik bel heel even en dan vraag ik hoe lang het duurt, maar het duurt niet lang. Hé man, hoe lang duurt het voor de verrassing nog dat je hier bent? 3 minuten? Perfect. Dan wachten we nog 3 minuten, want dan is de chauffeur hier. Hij is nu onderweg en hij kan elk moment het hoekje omkomen rijden. Ja, dat is een ding. Ja, China, we gaan op. Goeiedag meneer. Ja meneer. Hoi. Ja. Ga er maar in, Kees. Nou, ik zat erin. Kom verder. Heb je er ook zin in? Nee. Niet? Nee. Waarom niet? Maar woon je in Utrecht, Kees? Ja. En wat doe je dan in het dagelijks leven? Ja, wat doe je in het dagelijks leven? Weet je, bij Krantenwijk? Ja. Oké. Nou, daar ben je druk mee, toch? Ja, zeker weten. Maar wat denk je nou dat we zouden kunnen gaan doen? Want we zijn op weg ergens naartoe, hè? Ja. Wat denk je dat het zou kunnen zijn? Ja, ik zou het niet weten, jongen. Waar hoop je op? Ja. And we're the 3 best friends that anybody could have. We're the 3 best friends that anyone could have. We're the 3 best friends that anyone could have. Is spannend? Ja. Nee, ik het wel.
We're the best three friends that anybody can have. I mean the three best friends that anybody can have. Oh. We zijn er! Ja! Hoppje! Lukt dat? Hoppje! Dit is het moment, Kees. We gaan naar binnen. En daar is onze verrassing. Ja, nou, dat kan dan. Ben je nieuwsgierig? Ja, ja. Kijk eens, Kees. Ja. Een bioscoopzaal voor ons alleen. Ja. En weet je wat we gaan doen, Kees? Ja, we gaan een biertje drinken. We gaan een biertje drinken en we gaan gamen, jongen. Ja. Proost. Proost, jongen. Ja, hoor, daar ga ik. Ja, ik maak je in, Kees. Je moet wel rijden. Leuk, hè? Ik heb gewonnen, Kees. Ja. Ja, dat komt dat je niet meespeelde. Vond je het leuk? Ja, ja, ja? Zeker weten. Had je het verwacht? Nee. Nee. Nee, eigenlijk. En ben ik een beetje een leuke vriend geweest vandaag? Ja, wat wel. Nou, die van jou is leeg. Ja. Heb je nog eentje? Ja, geef er maar eentje, hoor. Nou, dan kan jij nog een biertje, doe ik nog een potje race. Ja. Super tof dat je hebt gekeken naar deze, ja, toch wat andere video. Ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vond, dus zet het even in de reacties. En heb jij nou ook een goede vriend of vriendin waar je echt op kan bouwen? Stuur dit filmpje lekker naar diegene door. Nou, vond je dit een tof filmpje? Doe dan ook even een duimpje omhoog. En abonneer, want de volgende keer is Koen er ook weer. Doei!